de man achter de auto. Dit is jouw huis? Klopt. Niet normaal. Driver's dream! Jezus, wat gaat dit hard! Tadaa! Driver's dream kijkers, goed dat je weer kijkt en een nieuwe video hè, waarin we vandaag weer op bezoek gaan bij een Cars & Business lid. En een Cars & Business lid die ook afgelopen challenge heeft meegereden. En ja, waarschijnlijk zie je dat al achter me als de GURP zo de camera draait. Want ja, deze man heeft mooie spullen. Kom, we gaan even naar Marcel. Alles goed? Zeker jongen. Goed je weer te zien. Ja, dank je. Ben je een beetje bijgeslapen van de challenge? Ja, absoluut. Zonnebril op. Doen we zonnebril op. Viel mee hè? Nou, ik had wel even een paar dagen nodig. Ja, ik ook. Maar ja, we zijn nu wel 1,5 week verder, dus... Ja, zeker. Hé, hey, nou, dank dat we even op de langs mogen komen. Zeker. Want ja, dit is de 488 Pista Spider natuurlijk, die meegereden heeft in de challenge. Klopt. Wat vond je ervan? Ja, helemaal top. Ja? Ik had hiervoor een 488. Ja. Dus geen Pista. Met deze wegligging een stuk beter. Ja. Dat merk je heel erg. Ja, en heeft natuurlijk meer vermogen. Maar met name de wegligging. Ja. Merk je wel een groot verschil. Echt goed op de weg. En ik vind hem ook wel stiekem even een stukje mooier. Hij is een stuk mooier. Ik ben niet een fan van de lijnen van de 488. Maar de Pista is wat dat betreft echt wel een mooie auto. En een cabrio liefhebber zie ik, want ik zie er nog één staan. Ja, bij jou schijnt altijd de zon. Absoluut. Naarden schijnt altijd de zon. Hè? Ja, mooi. Ja, we zijn hier in Naarden trouwens. Ja, wel een ziekenfondshuisje erbij. Dat is een beetje jammer. Misschien dat we dan nog een beetje... Ja, niet normaal. Niet normaal. Dit is jouw huis? Klopt. Ja, misschien dat we even, dus altijd wel leuk om even te kijken, hè? De man achter de auto. Dat is neem ik aan nog de boodschappenauto. Klopt. Voor die is voor de vrouw, die houdt niet van rijden, die houdt van fietsen. Dus, ja dan maar een lullige Cayenne GTS. Die wil ook een nieuwe auto. Dus. Nee, dat vindt ze allemaal overdreven. Nee. Maar ja, jongens, wat een huis. Dit ziet er nog vrij nieuw uit. Ja. Hoe lang woon je hier? We wonen hier nu sinds vorig jaar februari. Okay. Dus bijna 1,5 jaar. Okay. Is nieuw gebouwd. Hier stonden 55 bomen, allemaal eraf gehaald. En is een mooi nieuw huis voor neergezet. Bevalt perfect. Ja, dat begrijp ik. Want voor het gooien is dit toch wel een van de mooiere, betere en nieuwere huizen. Zo lijkt me inderdaad. Absoluut, allebei. Ja. Ik bedoel, wij mochten iets groter bouwen dan de rest van de buurt. Ja. Omdat hier geen... Er zat wel een woonbestemming op, maar omdat er geen huis op stond, konden we gewoon bouwen wat we zelf wilden. Ja. Dus we hebben nergens concessies aan hoeven doen. We mogen even een kleine rondtour doen. Nou, we gaan eerst even... Doe net als je thuis bent. Nou ja, kom. even kijken jongens, het wordt een nieuwe video. Dit wordt Drivers Home. En even leuk. Even snel, kijk. Hop. Let niet op de rommel. Hoeveel meter praten we hier? 1200 vierkante meter op woonoppervlakte. Oké. En we hebben toch wel een zwembad, hè, ergens? Een zwembad ligt buiten. Nou, ik ben niet van plan een duik te nemen, maar... Dat kan hoor, 28 graden. Ja. Hey, en dit betaal je allemaal van een uitkering? Nee. Nee. Het wordt verdiend door slim ondernemen. Slim ondernemen. En wat moet ik dan aan denken? Is dat YouTube-filmpjes maken? Nee, zeker niet. Dit is dat kan ik ook echt afraden. Dit is hartstikke leuk hoor. Verdiend door investeren in vastgoed. Ja. Ik heb er 4 jaar geen vastgoed gekocht. Dat is onmogelijk op dit moment door de politiek. Het is allemaal een beetje duur, hè? Beetje duur en alles wordt onmogelijk gemaakt door de politiek. Dus eigenlijk niet meer interessant om te investeren in vastgoed. Huisjes melken is niet meer de business? Zeker niet. Al 4 jaar niet voor mij. Nee. En ik investeer in fondsen, in hedge funds. Dus ik investeer in de beste managers ter wereld die allemaal verschillende strategieën managen. Okay. Dat gaat heel erg goed. Dat doe ik sinds 2010. Daarvoor had ik een eigen fonds tussen 2006 en 2010. Ik handel zelf commodities en sinds die tijd investeer ik in zeg maar meer dan 10 fondsen. De ene handelt commodities, de andere handelt aandelen, de andere handelt obligaties. Sommige handelen blockchain, sommige managers gaan short. Dus een short manager heeft het vorige kwartaal heel goed gedaan. Maar ik heb zo'n vermoeden dat ik met 100 euro niet bij jou in kan stappen. Nee, fondsen zijn alleen maar die mogen alleen maar professionele investeerders accepteren. Dus mensen die vermogend zijn. Ik doe eigenlijk zaken met minimaal mensen die 1 tot 2 miljoen hebben en die minimaal een paar fondsen kunnen investeren. Maar ik doe eigenlijk meer zaken met pension funds, family offices, fund of funds, vermogensbeheerders, met name buiten Nederland. De business gaat goed. Of het nou goed of slecht gaat met de economie, jij maakt altijd geld. Dit jaar was mijn beste jaar ooit, dus ondanks dat het slecht gaat en de verschillende bijvoorbeeld aandelenmarkten is afgekomen,
maken mijn managers, een aantal van mijn managers, het beste rendement ever. En hoeveel procent praten we dan over? Nou, een van mijn managers die heeft dit jaar is die maal 4 gegaan, want die long commodities was en long rente, de short staatsobligaties. Die maakt normaal, zijn er nog? Long commodity, short stages? Die is anders dan pk's, maar... Die maakt normaal 25% per jaar de laatste 20 jaar. En die short manager die in Q2, waar we in Q2 in geïnvesteerd zijn, is maal meer dan 3 gegaan. Okay. Dus er zijn altijd mogelijkheden om iedere markt geld te verdienen. Nou, dankjewel in ieder geval dat we hier even mogen kijken. Want dit is toch wel echt een vrij huis, hoor. Ik kan niet anders zeggen. Hoeveel graden hebben we? 29. Ja. Ah, dat is bijna net te koud, anders was ik echt ingegaan. Het hele jaar staat hij op 29 graden. Serieus? Tuurlijk. Oh, ik zwem iedere dag, half uurtje. Wat is jouw energierekening per maand? Het zwembad alleen al, als je zwembad 29 graden zou zetten, ja? Dan zou het 's winters denk ik wel... Het zou maar zo 1000 euro per maand kunnen kosten. Kijk, zomers niet. Weet je, zomers is de basistemperatuur 23. Ze hebben niet zoveel verwarming nodig. Maar mij is altijd wel verteld, ik bedoel, het is leuk voor het plaatje, het zwembad. Maar echt gebruiken doen mensen het vaak niet. Je moet het weer schoonmaken. En... Schoonmaken stelt niks voor, ga dan maar vanzelf. Behalve af en toe een robot erin gooien. Ja. Maar ik zwem dan zelf. Alleen als vrienden komen met de barbecue. En de klein... Je gaat niet elke ochtend even een baantje trekken? Ik niet. Nee? Nee. Ja, ik wel hoor. Maar wel met de unicorn. Drive a stream! Ja. Oh, dat zit mij. Toch ben ik alweer nat. Oh, en nou moet ik er nog af. Moet je helpen? Nou. Hier even. Toch wegligging, die unicorn. Ja. Even kijken hoor. Wat? Oh, ja, zie je. Oh, voorzichtig. Soepel. Nou, kijk. Top. Echt altijd weer. Maar we zijn Driver's Dream. Dus we lopen weer even naar de voorkant, naar de auto's. Want dat is uiteindelijk waar het om gaat. En als het mag van jou, maar dat denk ik wel, dat we even een klein rondje gaan. Tuurlijk. Met die Pista Spider. Moet je wel gas geven. Dus. Ben ik niet van. Ik heb geen blue eye, dus gewoon gas geven. Oké. Okay. ik ben alleen maar op de unicorn gebleven en toch was ik nog weer kletsnat. Dus... Marcel, we hebben bijna dezelfde baat, maar ik heb even een broek van Marcel geleend. Maar we blijven wel Driver's Dream, dus we gaan nu even een stukje rijden. En die 991 Turbo S, die kennen we. Die Cayenne, dat geloof ik ook wel. Ik kom natuurlijk voor de Pista Spider. Die hebben we heel even in een eerder filmpje gereden op Driver's Dream. En klik maar hier. Maar niet echt uitgebreid, want toen waren we nog met veel meer Ferraris op pad. Nu gaan we eventjes echt een stukje rijden. Dus Marcel, als het mag. Nou, rijd je aan. Wij gaan even een stukje rijden. Zijn er nog bijzonderheden? Moet ik nog iets weten? Ja. Dit is voor ons huis ligt de hoogste verkeersdrempel van Nederland. Ja, kijk daar. Die bolling over die weg. Dat is, haal dus, je dat? Nou, met de lift haal je het. Zonder lift niet. Nee, maar er zit een lift op, neem ik aan. Ja. Oh, gelukkig. Zal ik even indrukken. En ik denk schuin aansnijden over maar, het gras. Dat maakt niet zoveel uit. Nee? Niet over het gras, want het is heilig. We zijn onderweg in de Pista Spider en de wolkjes gaan volgens het weerbericht straks wel weg. Dus dan rijden we lekker open. Ja, wat een ongelofelijke aardige eigenaar is Marcel. En dat heeft niet iedereen in Nederland. Het zijn toch vaak wat meer wat calvinistisch en niet meer spullen in beeld. Maar Marcel maakt het wat dat betreft niet uit. En waren er maar meer mensen als Marcel die wat meer luchtiger met alles omgaan. Het beste wat we natuurlijk uitzetten, wat ik gewoon de grootste ergernis, is natuurlijk automaat. Zo'n auto die moet je gewoon in de versnellingen op de flippers rijden. We doen de raampjes omhoog. Want je gaat toch geen automaat aanzetten in zo'n auto. Zelf flipperen, dat is wat je wil. En ja, dan heb je dus een 8-cilinder achter je, 720 pk. En achterwielaandrijving. En ja, waar ik bij een gewone 488 niet echt opgewonden raak van het model, ik zei het al, vind ik die Pista Spider echt een totaal andere klasse. Want ja, het is ook een iets scherpere sturende auto natuurlijk, maar het is vooral een veel mooiere auto. Wat ik leuk vind, zijn van die details van de tricolore, de Italiaanse vlag.
dat zit zowel in het stuur als die knopjes hier, die drie knopjes waar de, zeg maar, voor de achteruit en automaat, launch control, die zijn dan ook in de kleuren van de Italiaanse vlag. Superleuk gedaan. Ja, en wat onmiddellijk weer opvalt bij Ferrari is hoe ontzettend makkelijk die auto's te rijden zijn. En of je het nu hebt over de 8 of de 12 cilinder, ja, ze kunnen heel hard en ja, ze zien er mean en racy uit, maar rijden hem gewoon normaal. Weet je, wat rij ik nu? 2000 toeren en ja, dat is natuurlijk een turbomotor die gewoon al snel opschakelt. Maar het gaat allemaal zo kinderlijk eenvoudig. Terugflipperen. Iedereen kan het Ferrari rijden, alleen ja, de kunst is natuurlijk het ook op echt hoge snelheid ook nog te doen. Dit is zeg maar de standaard droogstandsport. Ja, dan schakelt hij vrij snel op. Dan kun je naar race, maar wij zetten hem even nog eentje door. En dan gaat hij, de tractiecontrole staat dan wel af, dus goed opletten. Maar dan kun je in ieder geval vol naar 8000 toeren. Ik heb mijn bril op, misschien kan je het niet zien, maar twee keer met je ogen knipperen en we zitten in de volgende versnelling. Jezus, wat gaat dit hard! Hij is dus niet gelimiteerd en dat is wel eigenlijk opvallend, want als je zijn voorganger neemt, de 458 Speciale, ja, ook een grote favoriet van Driver's Dream, daar was de coupé weliswaar niet gelimiteerd, dus daar zijn er 3000 van gebouwd. Maar de Aperta, dus de cabrio, 500 stuks en dat is een zeer gewild collectors item op dit moment. Zijn opvolger van de 488, zeg maar de raceversie, dat werd dus de Pista. De coupé was niet gelimiteerd, maar ook de cabrio niet. Hoeveel zijn er dan gebouwd? Nou, dat mag Mario weten, ergens in Maranello, want dat weet eigenlijk niemand. De schattingen zijn ergens tussen de 2.500 en 3.000 stuks. Dus dat zijn er natuurlijk relatief weinig, maar ook weer niet zo weinig. Dus je ziet ze nog wel eens rijden, Pista Spiders. En ondanks dat die niet gelimiteerd is, is die toch in waarde gestegen ten opzichte van de nieuwe prijs. In Nederland, afhankelijk natuurlijk van de specs, hè, op Nederlands kenteken, waren ze zo rond de 404,5 ton. En inmiddels zie je dus tweedehands exemplaren, ja, van een Pista Spider. Die gaan inmiddels ruim boven het 500.000. 5,5-6 ton soms wel. En ik weet dat Marcel, zeg maar, voor dit exemplaar, ja, gewoon 5,5 ton heeft betaald. Dus ja, dat is een tijd, dat is deze tijd. Bijna elke, nee, niet elke Ferrari, maar zeker dit soort speciaaltjes. Die worden gewoon meer waard. En voor de rest van het interieur, ik zei het al, heel veel carbon, heel veel Alcantara. Ach, nou, dat is zo mooi. Alcantara, altijd plus 1, altijd bestellen. Ja, dat ziet er prachtig uit. Alleen het is niet, als je het vergelijkt met zijn gewone broer, de 488, ja, is het niet een heel ander interieur. Natuurlijk staat daar Pista. Maar ja, het is voor de rest een redelijk identiek 488 interieur. En wat ik dan wel nog steeds heb, maar dat heb ik al eerder gezegd, dat stuur. Kijk nou gewoon eens naar dat stuur, hoe druk dat is. En dat zijn de richtingaanwijzers, dat zijn de lampen, de start-stop. Hier zit dan de ledmeters voor de toeren. Dan kun je zien wanneer je op moet schakelen. Voor de rest de Manettino-knop, de ruitenwissers. Alles zit op dat stuur. Terwijl een stuur gewoon voor mij is om aan te draaien. En de rest moet gewoon aan knopjes en stengels zitten. Wij zaten net even met Marcel over die kleuren een beetje na te denken. Maar kijk eens. Ferrari is altijd zo vriendelijk om gewoon de complete optielijst hier in de auto als een soort schilderij op te hangen. En, nou, verdomd, ik had gelijk. Rosso Corsa, daar staat het. Met Alcantara en Apple CarPlay. Nou, kijk zelf maar even. Curb zoom maar even in. Hier staat de complete optielijst. Maar dit is dus Rosso Corsa, een van 70 kleuren die Ferrari in het rood alleen al heeft. En zoals gezegd, ook aan de buitenkant, kijk eens, alles is bijna carbon hier. En ja, ook kijk nog even naar de looks van de auto. Hè. Die luchtintake hier, dat is uniek voor de Pista. En dit is, terwijl die gebaseerd is op de 488, zo'n andere auto. Dit is zoveel meer hardcore racy. Hij ziet er, dat is niet altijd zo, maar in dit geval wel, veel beter uit. Kijk eens, hier ook de sideskirts, allemaal van
carbon en hier de luchtintakes, hè, die warmte. Om die motor maar te koelen is hier natuurlijk heel veel lucht nodig. Nou, ook die air intakes die zijn allemaal van carbon. En hier ook aan de achterkant bij air intakes allemaal carbon. En hier ligt dan de 8-cilinder, 720 pk met twee turbomotoren. En ja, die kan ik wel even laten zien. Is dit heet? Ah, een beetje. Kijk, als je bijvoorbeeld mijn Porsche de motor opent, dan kan je dus alleen maar nog ongeveer de olie erbij gooien. En that's it. Die motor zie je niet liggen. In dit geval, en dat is dan nog wel echt leuk, kun je de motor nog wel echt helemaal zien liggen. Althans, de halve motor, want het is echt een middenmotor. Je ziet ook de motor die meteen hier achter de stoelen ligt. En hier is eigenlijk best nog wel wat ruimte. Ja, het knappe is, met een gewicht van slechts 1380 kilo, is die 100 kilo zwaarder dan de coupé. Maar de 0 tot 100 tijd maakt niet uit. 0 tot 100, 2,9 seconden. Nou, de coupé zal misschien een tiende sneller zijn. En een top van 340 km per uur. Hè? Echt, echt meer dan genoeg. Nou, de Pista Spider is weer veilig terug bij Marcel. Ja, onwijs bedankt. Marcel, jongen. Ik wil je onwijs bedanken voor deze mogelijkheid. Is je nog heel? Nou, voor Gurp, is je nog heel? Volgens mij wel. Volgens mij wel. Ja, nee. Ik zei al, het enige wat ik zelf nog zou willen, maar dat is persoonlijk altijd, hij mag voor mij nog wat harder en wat rauwer klinken. Dan zou je zo'n Novitec uitlaat onder moeten zetten. Maar, het probleem is, dan is het vervalt de garantie. Hè? Oh ja? Ja, volgens mij wel. Ah, ja. Kijk, met het voordeel van Ferrari is, je hebt 7 jaar gratis onderhoud. Ja. Dat is top. En 3 jaar garantie. En als je zo'n andere uitlaat eronder gaat zetten, ja, dan krijg je daar gezeik mee volgens mij. Nee, dat is waar. Maar je hebt gelijk, ik zou er liever een AK onder hebben. Ja, en als de garantie vervalt, dan verkoop je toch gewoon de boot. Dat kan altijd. Dit was Driver's Dream voor deze week. Weer een iets andere video met Marcel. En trouwens ook zijn mooie huis erin. Hey, ik zeg ciao, bye, arrivederci. Bis nächste Mal, hè.